Maarten Stekelenburg is erg blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Kom er maar uit, Overvisser. Laat weten dat Maarten niet door de medische keuring is gekomen, omdat hij 6 weken uit de relatie is met een gebroken pols. Alright, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe video van voetbalmanager met Ajax. En deze aflevering hoop ik de vriendschappelijke wedstrijden af te ronden en wat scoutverslagen binnen te krijgen van spelers op de verlanglijst. Allereerst moet ik wel even, volgens mij, een nieuwe vriendschappelijke wedstrijd inplannen. Want er was er één gecanceld. Dus dat ga ik nu maar eerst even doen. Alright, ik kan echt geen grote teams uitnodigen. Hier had Almere City me al afgewezen. Ik ga nu Cambuur uitnodigen voor een wedstrijdje. En we zien wel of het gaat worden. Zo niet, dan laat ik het denk ik voor wat het is. En dan gaan we gewoon de rest simmen. Hier is nog een kleine update over mijn verlanglijst. Ik heb ene Dirk Prupper erbij gezet. Die stond in de reacties of ik hem ga halen. I don't know. Zoals ik in de eerste aflevering al zei, ik ga niet echt veel op transfertips letten. Het is maar net of die erbij gaat passen of niet. Ik ga hem nu eerst scouten. En ik heb AUK van Heerenveen op het lijstje gezet. Dat vond ik zelf wel interessant om te gaan scouten. En deze werd door mijn scout aanbevolen. Een 16-jarige spits van Portugal. 16 zeg ik dat goed trouwens? Ja, 16. En ja, het bestuur vond dat we er krap bij zaten met spitsen. Deze zal dan de jeugd ingaan. Maar hey, weet je, who knows? Wie weet is het wat voor de toekomst. Hij gaat hopelijk niet te veel kosten. Maar dat wachten we nog even af. Nu gaan we eerst maar even verder simmen. Ik probeerde ook nog die Deense talent wat Ajax in het echt heeft gehaald te vinden. Maar die zit denk ik niet in de game, want dat lukte me niet. Cambuur aanvaardt het voorstel van de oefenwedstrijd. Dus die hebben we nou als volgende wedstrijd daar op het programma staan. Moet wel een pot zijn die we kunnen winnen. Oeh, Zulte Waregem zit achter Labiat aan. Dat is nog wel interessant denk ik om met jullie te delen. Ik deel deze aflevering iets minder berichten van de staf en alles. Want ja, volgens mij vinden jullie dat niet altijd even leuk. De eerste 2 afleveringen deed ik heel veel met de berichten. Maar ik probeer nu gewoon meer met de wedstrijden te doen. Want dat is denk ik wel hetgene wat jullie vooral willen zien. Ja, natuurlijk wie ik haal en wie er verbeterd worden. Dus we gaan even iets harder door de dagen heen in de aflevering dan. Want voor mij duurt het nog steeds even lang. Want ik onderzoek gewoon nog steeds alles. Maar goed, dan weten jullie dat in ieder geval. Ik kan hier nu wel de eerste uitgaande transfer bevestigen. En dat is Dean Solomons. Een bedrag van 60.000. Het is wel heel triest weinig eigenlijk. Maar daar wil hij dus heen. Wij gaan het bevestigen. Ik zeg succes daar. Mijn bod op Kudus is afgewezen. Ik ga het verhogen 7,5. Ik ga gewoon voorstel doen. Terughuur. Mijn eind van het seizoen. Ze willen hem terughuren. Terughuurtermijn. Is wel een optie, denk ik. Hij is 18 jaar. Zou die meteen meedoen met ons? We hebben hem natuurlijk nog niet helemaal gescout. Maar we kunnen wel even een eerste indruk krijgen. Ik denk dat ik er maar mee akkoord ga. Ik weet niet of ik hem per se heel veel zou gebruiken. Ik heb ook mijn eigen jeugd die ik misschien wel voorrang zou geven. En zo kan hij gewoon zijn eigen speeltijd behouden. Maar waar is dit percentage dan voor? Het zal wel om het salaris gaan, denk ik. Weet je? Dan wil ik dit op een 50%. Gaan we dit nog een keer voorstellen. En het is acceptabel. Dus we gaan hem overnemen. Maar ze willen hem terugverhuren tot het einde van dit seizoen. Kan ik mee leven. Let's do it. Oh, wauw. De club ging akkoord, maar de speler zelf is op dit moment niet geïnteresseerd in het voeren van contractonderhandelingen. Dat is dus nog geen transfer. Jammer, man. Ik heb een antwoord voor Nouri, de linksback. Ze willen 26 miljoen en dan een percentage voor doorverkoop. Dit is veel te veel, ouwe. Veel te veel. Ik ga tegenbod doen. 15 en weet je, 35%, prima, bod uitbrengen. Nieuwe speler waar ik een bod op ga uitbrengen, Borna Sosa, de linksachter. Omdat ik denk dat Nouri
toch wel een moeilijker wordt om binnen te halen. En dit een veel goedkoper alternatief is. Wat nog steeds prima als backup kan dienen en hier kan doorgroeien. Ajax wordt een stapje naar boven. Want hij speelt nu in de tweede Bundesliga. Hij zal wel onbeschikbaar zijn tot 15-7-2019. Maar we zien hier, we zitten al op de tweede. Dus dat duurt niet zo gek lang. We gaan een bod uitbrengen. 7,5 miljoen. Iemand anders waar ik dan toch wel op ga bieden, ook al zei ik eerst altijd van niet, is Maarten Stekelenburg. Reden daarvoor is, we kunnen hem echt cheap oppakken. Vraagprijs zal 700.000 zijn volgens dat. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, wie weet ga ik dan hem wel gebruiken in de beker in plaats van Varela. Varela hebben we maar op huurbasis. Kan Stekelenburg hier met pensioen gaan en dan kunnen we hem, wie weet, behouden als keeperstrainer. Wie weet. We gaan een bod uitbrengen. We hoeven dus, als het goed is, maar 700k te betalen als we het moeten geloven. En als dat zo is, ja, weet je, kan ik niet klagen. Hij is wel oud, hij gaat echt niet verbeteren hier. Maar als backup dan voor de beker, als achter Onana. En wie weet, als hij geblesseerd raakt, dan hebben we Varela nog. Fans van Stuttgart zijn niet blij als we Borna Sosa meenemen. Check deze dan. Social media. Borna Sosa is dood voor mij als hij weggaat. Shit gaat ver. Van de Beek heeft zijn contract verlengd. Een 4-jarig contract ter waarde van 5,75 miljoen. Lekker man. Die zit dus nog even vast hier. Ze gaan nog steeds niet akkoord voor Nouri. Nieuw bod 18 miljoen. Vind ik toch wat veel voor een back als Ajax zijnde. Maar we gaan gewoon kijken wat ze hiervan zeggen. 45%. Nee, dat is gewoon. Nee. 35. Is zien. Nou, volgens mij ook 18 trouwens net. We doen 18,5. Bod uitbrengen. We hebben een tegenbod 9,5. Doorverkooppercentage van 30. Dat kunnen we vast wel verlagen naar 20. Ik wil geen terugverhuurtermijn. Want hij wordt gewoon de backup achter Tagliafico. Want we hebben niemand daar nu. Dus uitsluiten van onderhandelingen. En dan zetten we dit per direct 9,5. Gaan we nog mee akkoord. Denk maar even over na, jongens. Hoppakee. We zien hier dat Everton het bod heeft aanvaard. 700.000. We gaan onderhandelen met Maarten. Speeltijd reserve inderdaad. Beloftes afronden. Daar gaan ze mee akkoord. Dat is heel mooi. Oeh. Ja, jij een hoog salaris, kerel. Wat heb jij een hoog salaris? Ga je hiermee akkoord? Ja. Oh jezus, dit is nog steeds best wel veel eigenlijk. 140k per maand. Kunnen we dit ook gewoon even verlagen? 126k? We hebben in principe al een akkoord. Ja, ze hebben wel een punt, hè. Ze hebben wel een punt. Nou ja, laten we maar afronden. Ook het bod op Nouri is nu aanvaard. Speelt hij tweede garnituur. Hierna selectie spelen, daarna regelmatig starten. Als dit kan, zeg ik sure. Oké, dat werkt. Zou salarisplafond overschrijden? Ja, dat doen we maar even niet. Eventjes wat lager in salaris dan maar. 50k. Wat is dit? Clausule biedt geen gelijkmatige toename. Zetten we dat ook wat lager. Jaarlijkse loonverhoging. Kunnen we dat naar 5% brengen? Voorstel doen. We moeten dit dan aanpassen. Als die hiermee akkoord gaat, we hebben het nou nog maar met de zakenwaarnemer. Er wordt nog niks getekend, niks bevestigd. We gaan eens kijken. Gaat dit werken? Nee. Ja, jullie zullen toch wel moeten. Ze doen het moeilijk. Wat de hel? Ik moet overal blijven verlagen op deze manier. Hoewel we blij zijn dat we bijna een deal hebben, ja. Ik kan me voorstellen, hoe zit het hiermee? En hij wil te veel loon. Dat gaat hem dus niet worden. Nou, hier is de goedkopere linksback. Hartstikke mooi. Sosa. Speeltijd selectiespeler. Nou, daar kan ik mee leven. Hij wordt wel de backup. Hij wil regelmatige starter. Ik denk dat ik deze beloftes even kijken of ik dat gewoon kan verwijderen. Wil je hiermee praten? Yes, dankjewel. Heerlijk, man. Onderhandelen over contract. Overmars, help me even, jongen. Dankjewel. Voorstel doen. Oef. Je eerste voorstel is zo laag dat het niet eens zin heeft om te onderhandelen. Meen je die? Dit was gewoon Overmars wat heen gedaan.
meteen gedaan, jong. Dat is niet goed. Salaris naar bereiken. Ik kan nu ook gewoon... Ik kan wel hoog en laag springen, maar volgens mij... Ah, dit mag nog wel. Zullen we dit... Doen we zo. Vroeg je mijn cliënt een acceptabel voorstel. En hoeveel geld wil je, gozer? Daar voel ik me genoodzaakt de onderhandelingen namens mijn cliënt af te breken. Ai, 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 wat is dit? We hebben geen budget. We hebben geen budget. Dit is zuur. Maar we gaan hier nog wel in de toekomst op terugkomen. 100%, want het gaat nergens over. Ik ga mijn budget wel aanpassen straks. En dan gaan we nog een keer opnieuw onderhandelen. Ik verwacht niet dat Sosa per se gaat weggekaapt worden. Alright, tijd voor de wedstrijd tegen Cambuur. Dit is de selectie die staat... Aantal grote namen ontbreken nog wegens vakantie. Maar we starten met Huntelaar, Babel, Univar, Jensen, Van de Beek, Blind, Piri, Martinez, Schuurs, Dest en Varela. De bank ga ik niet compleet opnoemen. Maar jullie kunnen hier de namen lezen. Zet anders Schuurs even de video op pauze. We gaan naar de wedstrijd. Nou, zijn we dan op naar de aftrap. Mogen de beste winnen. Oh, mooi combinatiespel. Babel naar binnen. Ik weet niet wat ik dan van dat slappe schot vond eigenlijk, Babel. Dat kan beter. Oh, goede bal. Univar naar Jensen. Nice. Geen buitenspel. Prima assist door Nachi Univar. Die geen contract bij ons zou tekenen, helaas. Althans, geen contractverlenging. Maar hopelijk kunnen we hem gewoon nog lang behouden. En hopelijk denkt hij zich, als hij zo gaat spelen. Met wat plezier en alles. You never know. Ik wil hem gewoon niet kwijt. Het is me nooit gelukt om die doel te behouden. Wel prima assist, prima goal. Naar Donny. Laten we wat zien. Terug naar Nachi. Dest, Donny. Blind. Kort combinatiespel daar op die rechte vleugel. Worden nog geen gaten gevonden. Wat is dat? Nou, Piri. Moet jij maar gaan doen, vanaf de andere kant. Voorzet. Not bad, maar Huntelaar weet het net nog niet te vinden. Jensen naar Huntelaar, geen buitenspel. En die rond nu af. Assist, geen buitenspel. Ik zie de grensrechter niet vlaggen. Dus dat is mooi. Ik vond 1-0 ook wel magertjes hoor. Rond de 38e minuut, eerste helft. Tegen het team als Cambuur. Het is dan ook wel niet onze sterkste opstelling. Maar goed, ik had toch wel meer verwacht. Vooruitgang is er in ieder geval wel lekker bezig, Huntelaar. Oh, dat is nog eens een slechte inworp. En damn, in één keer erin geschoten. Gravenberg straft een fout af. Lekkere perel, man. Lekkere perel. Ik bedoel, moet je zien wat een blunder. Dan ga je erin gooien en dan... En dan doe je dit. Lekker hoor. Lekker afgeschoten, Gravenberg. Gewoon afstraffen die handel. En dat was hem. 3-0 winst op Cambuur is binnen. Kudus wou niet. Dirk Prupper daarentegen is als het goed is geïnteresseerd in een transfer. Dus waarom ook niet proberen. We gaan een bod brengen. Ik heb al gecheckt wat we waarschijnlijk moeten bieden. En dat is niet veel. Dit is weer een stukje goedkoper dan Kudus. Dat wordt, als het goed is... Kunnen we hem al binnenslepen met een bod van 1,5 miljoen. Laten we hopen dat dat waar is. Dat ze daar dan gewoon mee akkoord gaan. Hey, hey, hey. 1,5 miljoen op Dirk Prupper is geaccepteerd. Toekomsttalent, doorbrekend talent. Tweede garnituur, daar kan ik zeker mee leven. Zal verhuuroptie zoeken om spelersontwikkeling te ondersteunen. Ik wil hem denk ik eerst gewoon bij Jong laten spelen en af en toe laten invallen. Dus ik verwijder deze belofte. Gaat hij hiermee akkoord? Ja, zeker. Onderhandelen. 13k. Kerel, wat is dat veel? Ik vind dat veel. Verlagen we even naar 10k. Moeilijk veel tekengeld ook voor een speler als dat. In mijn ogen een beetje. We doen het hiermee. Voorstel doen. Ah, hij wil toch meer.
Hij wil per se dat eigenlijk waar het op stond. Nou, prima joh. Kom er lekker bij. Maarten Stekelenburg is erg blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Kom er maar uit, Overvisie. Laat weten dat Maarten niet door de medische keuring is gekomen omdat hij 6 weken uit de relatie is met een gebroken pols. Oh. Ik vind niet dat ik iemand moet nemen met dit salaris. Maatje, waar komt die blessure ineens vandaan? Hij was fit toen ik een bot uitbracht. Wat is dit nou weer? Of is dit de reden dat hij misschien onder zijn waarde is verkocht? Want ik vind dit wel heel triest. $1,2 miljoen zou worden ingehouden van transfer. 1,2 miljoen? We hebben niet eens 1 miljoen geboden op de man. Ik stel hem even uit. Ik twijfel nu heel erg of ik dit wil gaan doen. Zonder blessure had ik het zonder twijfel gedaan. Maar nu? I don't know, man. I don't know. Oefenwedstrijd op het programma tegen niemand minder dan Santos. En ik ga even starten met Tadic, Promes, Gravenberg en Labiat. Omdat Jensen en er 2 oefenwedstrijden achter elkaar in de basis stond. Geef ik hem nu even rust in de eerste helft. Labiat, niet geweldig op die flank. Maar ik heb even geen andere optie. Heb ik gewoon even niet. Neres is nog niet aanwezig, dus ja, dan moet ik iets. Van de Beek. Misschien moet ik Marien een keertje starten. Zit ik me nu te bedenken. Kan jij daar staan, Marien? Ja, die kan daar wel staan. Marien, gaan we daar dan maar even starten. Blind hier. Douglas vervangt... Wie had ik er ook alweer staan? Piri, want die was moe. Dankjewel. Martinez en Schuurs vormen hier nog steeds de verdediging. Met Dest op rechts achter. En dit keer Van Leer die op doel start. Zien hoe dit afloopt. Gaan we dan. En ik denk dat dit best een pittig kan worden. Helemaal in vergelijking met de pot tegen Cambuur. Maar goed, aftrap is genomen. Zien we hier als winnaar uit de bus gaat komen. Wat een klungelverdediging. No. Dit is wel heel triest. Wat is dit nou weer? Ik zag ze ook zo stilstaan met die bal. Ik denk, wat zijn we aan het doen? Hier gaat er nog niks uitkomen zo vroeg. Maar in 7 minuten staan we 1-0 achter. Dat is niet best. Kijk dan. Gare botsing. Dit hoort niet. Ai. Ik zie daar een melding. Daily Blind. Gescheurd scheenbeen. Opgelopen. Laten we hem gewoon meteen maar eruit halen. Eiting, je gaat wat meer minuten moeten spelen deze wedstrijd. Ik ga geen risico's nemen. Want Blind die is aan de voorbereiding geblesseerd geweest. Voor een korte periode, aantal dagen. Willen we niet erg hebben. Santos, nieuwe ronde, nieuwe kansen voor hun. In de aanval, schot geblokt. Meerdere schoten geblokt. Please. Het mag geen 0-2 worden. Dan hebben we een probleem. Rust 0-1 achter. Ben ik niet tevreden mee. Wordt me ook aangeraden gewoon te zeggen dat we teleurgesteld zijn. En dan gaan we fel doen. Ik verwacht dat jullie meer laten zien in de tweede helft, boys. Vrij trapje op geen slechte positie. Weer overgekopt, jongens. We zijn niet verkeerd met corners en vrije trappen. Alleen wanneer het erop aankomt, koppen we ze altijd over. Oh, gelijkmaker in de pocket. Victor Jensen, en wat een assist van Unovar. Wang, wat een paas. Ik had hem niet eens verwacht. Ik denk, wat gebeurt hier dan? Ik zie die ingooi komen. Ik zie die bal gaan. En bang, net tussen de verdediger door, wordt Jensen bereikt. En Jensen, hij doet het wel goed deze vriendschappelijke periode. Oh, meen je dit? Oh, hij telt wel. Ik was even bang. Hij telt gelukkig. Maar Jensen is wel lekker bezig deze vriendschappelijke periode. Heeft al meerdere wedstrijden gescoord daar op die rechte vleugel. Oh my lord. Wat gaat het hard in één keer. Oh wacht, deze telt niet of wel? Nee, hij is afgekeurd. Buitenspel, prachtig. Oh, ik schrok al maat. Hoe is dit buitenspel dan? Wat gebeurde daar precies? Is hij nog aangeraakt of zo? Huh? Schot geblokt daar van afstand.
daar even wat wijzigingen doorvoeren. Daar zaten we er weer tussen. Pak die bal af, boys. Ze blijven maar een bal bezitten. Nieuw schot, leidt tot niks. Misschien dat we nu kunnen counteren. Alright. Niet goed verdedigd. Ik dacht even prima slijding, maar ze houden de bal bezit. Veld worden opengebroken via de andere kant van het vleugel. En oh my lord. Weet je, nou wint Santos ook verdiend. Komen we gelijk, geven we het eigenlijk twee keer weer weg. Het is dat het die ene fucking vaag buitenspel was. En nu dit. Niet blij mee, niet blij mee. En dan was hem einde wedstrijd. Gelijk spel weggegeven. Daar hadden ze op gegokt, daar staat er, door de pers. Nou, ik ben totaal niet blij. Dat heeft aangetoond dat er veel te verbeteren valt. We trainen morgen lekker hard. Wij nou, oogte gedemotiveerd. Joël Veldman. Niet klagen. Ajax verliest op het laatste moment, staat er dan ook meteen pijnlijk. Pijnlijk in de pers. Want dit is een persbericht. Geen mailtje. Ja, ook wel mailtje, maar van een persvoorlichter. Oeh, Labiat is geblesseerd. Dat is zuur. Wat heeft hij opgelopen? Na een stevige tackle. Even kijken. Oh, een sporthernia. Jesus Christ. Dat is niet heel chill, nee, denk ik. Proper naar Ajax. Dat gaan we maar gewoon bevestigen. Aangezien we nog niet weten wat het lot van Stekelenburg gaat kennen. En, ondanks dat ik zei dat ik alle vriendschappelijke wedstrijden wou doen, moet ik mijn opname hier toch gaan afronden. Want ik zie dat mijn geheugenkaart van de cam bijna vol is. En dat is niet heel chill. Ik heb nog 3 minuten om te filmen. Ja, deze afleveringen duren nou eenmaal lang. Maar goed, ik hoop dat jullie het, of de opnames duren nou eenmaal lang. Met alles wat ik eromheen moet doen. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie het naar jullie zin hebben. Ik moet nog even wennen aan hoe ik dit moet aanpakken. Volgende keer denk ik niet constant maar door laten lopen. Maar op momenten dat ik veel bezig ben, de opname maar pauzeren. En dan verder opnemen wanneer er weer iets interessants gebeurt. Dan kan ik vast meer laten zien. Dus mijn excuus. Maar hey, ik leer ook nog wat betreft deze opnames. Het is een beetje nieuw. Als jullie het leuk vonden, druk op het duimpje omhoog. Die like. Dat zou mij zeer kunnen helpen. En abonneer gerust voor meer als je hier nieuw bent. En druk dan meteen op het belletje om de notificaties aan te zetten. Ik zeg bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie te zien bij de volgende video. Tot dan. Laters.